grote uitslaande brand in het centrum van Nijmegen. Twee autobranden in korte tijd op dezelfde parkeerplaats. En hij komt dan toch, een wolkenkrabber in het centrum. Zondagavond is een pand aan de Waalkade in Nijmegen volledig uitgebrand. De brand werd rond 22:30 ontdekt, waarna de brandweer gelijk groots uitrukte. Ter plaatse bleek de brand uitslaand te zijn uit het dak. Brandweerlieden schaalden al snel op naar een zeer grote brand. De brandweer is nog lang bezig geweest met nablussen. Er zijn meerdere woningen onbewoonbaar geraakt, maar de brandweer kon uitbreiding naar nabijgelegen panden voorkomen. Ook vanochtend moest de brandweer weer uitrukken voor ditzelfde pand. De resten zouden zijn gaan smeulen waardoor de brandweer oplaaide. Na wat nablussen was het vuur definitief uit. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Nijmegen krijgt een wolkenkrabber. De megaflat wordt de hoogste toren van de stad. En waar die komt te staan en hoe hoog die wordt, dat zie je zo meteen. De brandweer moest zaterdagavond uitrukken voor een autobrand aan de Heeselaan in Nijmegen. Toen de brandweer arriveerde, was het voertuig al niet meer te redden. Slechts wat stalen onderdelen bleven over nadat het vuur werd geblust. Mede hierdoor was het voor de politie ook lastig om het voertuig te identificeren. Opmerkelijk is wel dat het weekend ervoor op dezelfde parkeerplaats ook al een auto uitbrandde. Dit betrof een elektrische auto die voor de veiligheid in een zogenaamde dompelbak moest. De politie wil geen uitspraken doen over de oorzaak van de brand en of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben. De TBS'er die woensdag ontsnapte uit de Nijmeegse pompenkliniek wilde aan zijn huidige vriendin bewijzen dat zij zijn nummer 1 was. Daarom stak hij in Zoest zijn ex neer. Dat meldt regionale omroep Rijnmond. Je gaat dood vandaag, zou hij hebben geroepen toen hij de vrouw 12 keer met een mes te lijf ging. Naast de TBS'er zijn er nog 3 andere mensen opgepakt. Dry January staat weer voor de deur. Ook wel Ik Pas genoemd. De tijd om het alcoholgebruik een maand op pauze te zetten. Burgemeester Hubert Bruls, kickbokser Perry Ubedaar, Mark Bronschoten, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, en Nijmegenaar van het jaar Oscar Hoting zijn deze editie de ambassadeurs en het gezicht van de campagne. Ze roepen Nijmegenaren op om er zo voor te zorgen dat Nijmegen de grootste Ik Pas gemeente van Nederland wordt. Nijmegen krijgt een 120 meter hoge wolkenkrabber. De megaflat wordt de hoogste toren van de stad en komt op de plek van parkeerterrein Oude Stad in Nijmegen-West. Hij wordt dus bijna 2 keer zo hoog als de nabijgelegen Stevenskerk en wordt beeldbepalend voor de Nijmeegse skyline. Wat vind je ervan dat hier in de toekomst een wolkenkrabber komt? Oh, dat wist ik eigenlijk nog helemaal niet. Waar komt hij? Hier op de parkeerplaats. Oh, nee, dat wist ik echt niet. Nee. Maar ja, prima denk ik. Op deze parkeerplek komt straks een wolkenkrabber te staan van 120 meter hoog. En we laten nu even zien hoe hoog 120 meter is. De bedoeling is dat hier straks zo'n 380 woningen komen, waarvan 81 middeldure huurwoningen, 40 appartementen van studentenhuisvester SSHN en 90 sociale huurappartementen van Portaal. Behalve woningen krijgt de wolkenkrabber ook een parkeergarage met ruimte voor honderden auto's. Nou, ik ben het er niet mee eens, maar goed, als die lager was geworden, dan had ik iets meer mee kunnen leven. Je weet niet, als hier een grote wolkenkrabber neerzet, dus noem ik het dan 120 meter hoog moet die worden, geloof ik, wat die valwinden gaan doen. Ik woon precies aan de achterkant. Natuurlijk, alles wat in je achtertuin gezet wordt, vind je niet prettig. Maar 120 meter hoog vind ik een beetje te hoog voor Nijmegen. Nou, ik ben er heel erg voor dat er meer gebouwd wordt, omdat er dus aardig tekorten woningen zijn. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Ik ben het minder eens met de parkeergarage die eronder komt. Omdat dat betekent dat het een aanzuigende werking heeft, zodat al het verkeer nog hier naartoe komt. Ontwikkelaar Van Wonen gaat als het goed is de boel realiseren. Er kan nog van de ontwikkelaar worden veranderd als er in de komende weken juridische proceduren volgen. Hoe de wolkenkrabber er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Op 21 december maakt ontwikkelaar Van Wonen de definitieve plannen bekend.
Ja, zo vrolijk als pakjesavond zou moeten zijn, zo somber was het weer op deze 5 december. Het was een donkere, grijze dag met ook nog eens wat regen in de middag. Gelukkig is er beter weer in aantocht. Morgen blijft het nog wat grijs, maar bij tijden is er ook wel wat ruimte voor de zon. In onze regio blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur die stijgt een beetje, komt op 6 graden uit. De dagen erna blijft het wisselvallig en wordt het ook wat frisser. Woensdag en donderdag vallen de nodige buien. Daar kan ook wat winterse neerslag bij zitten. Vrijdag verloopt dan weer droger, maar dan blijft het overdag rond het vriespunt. Kortom, december is begonnen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je nog een keer kijken naar de 4 Sinterklaas intochten uit onze regio ter gelegenheid van Pakjesavond. Mocht je dat gaan vieren vanavond, heel veel plezier en wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!